Als je onderzoek doet, dan moet je er op zijn minst iets draaien. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Motors Arnaya. Spelen Fortress Craft Evil. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er tegenaan. Spider-Bro zit te spideren en te broen. Doe maar voorzichtig. Hij zit weer lekker gek te doen. Yo, wat een mafkees. Volgens mij zou je echt moeten gaan dansen met Spider-Bro. Volgens mij kan hij dat echt heel goed. Een nieuwe programma op RTL 4 op de vrijdagavond dansen met Spider-Bro. Nee. We gaan even wat dingen regelen om onze basis wat sneller te maken. Ten eerste ga ik de Organic Rocks oppakken. Gaat het goed? Dan heb ik ze allemaal? 11. Ja, hier dit gat even dichtmaken. Wat we namelijk gaan doen, we gaan wat even researchen. Dat is deze. Link, zag je het? En ik heb nog, wat heb ik gevonden? Process? Oh, een soort aarde. 10 research points, dat is prima. En nu dat we organic rock hebben gevonden, en ook zoveel, kunnen we dat gaan gebruiken om een basic ore smelter te maken. Daar hebben we alleen iron plates voor nodig en wat PCB's, 2 PCB's. Even kijken, iron, die basic PCB's heb ik al. Oké, dus hoef ik niet te maken. En de machine zit allemaal in de kist. Allemaal? Oh, dan zet ik ze wel weer eventjes op. Oeh. Of hadden we nog 2? Misschien hadden we platenmaker nog wel staan. Sorry, ik moet even... Ik heb alleen platenmaker nodig, ja, dat is waar. Oh ja, maar die staat er ook niet meer. Alles is weer opgeruimd. Ik heb het weer, ja, we hadden het eventjes inderdaad aan de kant gezet. Want we hebben het vandaag nodig om een nieuwe machine mee te bouwen. Maar ik was vergeten dat we dit er dan mee moesten doen. Weet je wat, laat ik eventjes wat storage hoppers maken. Crafting. 2 lijkt me al prima, behalve dat ik niet genoeg iron heb gepakt. There you go. Nog eentje alsjeblieft. Die en die basic conveyor belts heb ik... Oh nee, mocht ik niet, hè? Je mag geen basic conveyors meer gebruiken. Alleen nog maar standaard. Nou, voor die machines kun je best wel basic gebruiken, omdat die... Ja, misschien... Die machines zijn even traag als die basics, volgens mij. Oh, wacht. Dit gaat niet werken wat ik nu doe. Nou ja, goed. Ik doe het even zo. Werkt dit goed? Ja, dit werkt prima. Zet ik het even zo... op, dan doe ik het wel met 3. Ik wil dat met 4 gaan doen, maar dat is misschien een beetje lastig. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Het is zo makkelijk dat die stampmachines geen... wat is het nou? Ze vereisen geen stroom. Shift T. Zo, 20. Prima. Dan kan dat ondertussen bezig zijn. Wat ik namelijk wil doen, is ik wil een smelterij installeren bij tin. Dus ja. Daar hebben we dat even dit voor nodig. En ondertussen kan ik misschien wel iets anders doen. Ja, ik wilde namelijk mijn pack upgraden. Ja, laat ik dit even leeg halen. Ik wil ook upgrades. Ja, ik wil ook upgrades. Waarom krijg ik nooit upgrades? Eetje. Motoren. Ja, die zitten namelijk hier onder deze upgrade. En dit is de beste upgrade, vind ik misschien wel. Daar heb ik wel vrij veel lithium voor nodig. Ik ga gewoon even alle ingots pakken, jongen. Wat dit namelijk doet, is het verdubbelt... Als het op is, is het op, hè? Ja. Nou, we kunnen het wel hebben. Zo, ik leg die jouw upgrade. Ik heb 2 gemaakt. Wacht even, met shift kun je splitsen. Shift, sleep. Shift, sleep? Ja. 1. Accept. Die van jou ligt in de storage crate. En nu kan ik hier 2 keer zoveel power hebben. Dus linksboven, ja, het balkje ziet er nog steeds even groot uit, maar er past 2 keer zoveel in. Dat is heel erg nice. Kijk, hoeveel zit dit? 20 iron plate. Oké, okay, relaxed. Dat ging eigenlijk snel. Dan kan ik nu die smelterijen bouwen. Waar staan ze? Hier. 1, 2. Hey, smelterij is genurfd. Want er kost maar 3 organic rock. Dat is wel het... Oh, dan kunnen we er opeens meer. Dan kunnen we er 3 hebben in plaats van 2. Dus dat is positief. Oké, okay, dit is onze tinsmelterij. Oké, hier zit een... Het is een beetje krap hier, hoor. Ik had het zelf, want ik had het meer uitgegaan. Maar goed, okay, prima. Ik ben niet boos. Jij hebt dat gemaakt. Heb ik dit echt... Heb ik dit gemaakt? Ik heb spijt. Oh ja, ik heb wel op een gegeven moment die lopende banden geüpgrade, maar... Eerst waren er nog meer af van die apparaten. Zo, ik ga even wat ruimte maken, zodat ik het goed kan zien wat ik aan het doen ben. Weet je wat... Ja, hoe zou ik dit doen met de lopende banden? Die heb ik ook niet nodig. Kijk, je kan hier gewoon een...
Zo, ga maar verder. Je kan hier gewoon de storage hoppers naast zetten. Die haalt het dan eruit en die doet het dan als het goed is in de smelterij. De smelterij die staat dan naast de oven. Ja, yeah. Check. Als ik nou hier eens eventjes wat tin in doe. Ja, dan gaat hij. Het enige wat er is met deze basic smelters is dat ze twee keer zoveel ore kosten. Dus dat is een beetje onhandig, maar het betekent wel dat onze andere smelter wordt ontlast. Dat is wel prettig. Kijk, en dan wil ik eventjes dat deze niet gaan mengen. Mij is dit niet handig, want je krijgt nu, omdat hij op add remove staat, kun je helemaal niet handig het afvoeren. Je kunt het beter op een lijntje zetten. Ja, want hij gaat nu ook de bars hier weer opzetten. Ja, maar dan kan hij niet ernaast staan, toch of wel? Oké, okay, nou, we hebben even een clipje gedaan, want het bouwen van deze smelterij is nog best wel ingewikkeld. Dus, laat ik het zo zeggen, het moet echt precies op deze manier, volgens mij. Dus ik laat je even zien wat er allemaal gebeurt. Oh. Bam. Hier zo, kijk, we hebben kolen, hebben we nu lopende banden voor aangelegd. Het komt helemaal vanaf daar, vanaf de verte, komt die naartoe. En je hebt niet zoveel kolen nodig, dus die langzame lopende banden die zijn eigenlijk gewoon prima. En dan komt het hier binnen en dat wordt gevoed aan deze twee pyrothermic generators. En aan de rechterkant heb je dan een ore extractor met een basic drill motor erin, zodat die net iets sneller tin haalt. En dat wordt gelijk, wordt dat afgevoerd via deze storage hopper naar deze storage hopper. En die voert dan aan deze twee smelters die er staan. En die smelters, daar hebben we dus net die organic rocks voor gebruikt. Ik heb nog een beetje over. Laat je het staan? Nee. En in deze setup is het zo dat de smelters zijn net wat sneller dan... Redelijk veel sneller dan de... Ja, de ore extractor. Dan dat er gemijnd wordt. Dus, ja, oké. Okay. Het enige wat nu nog moet gebeuren is volgens mij dat die... De ingots die hier gemaakt worden... Die moeten afgevoerd worden. Dus eerst staat... Deze staat hier... Ja, deze staat op add and remove. Deze storage hopper staat op alleen op add. Zeg ik dat goed? Alleen nee, remove. Sorry, ja. Zeg maar, wat erop staat, is wat machines daarmee mogen doen. Dus eigenlijk als je die op remove zegt, dan zeg je eigenlijk tegen als er een machine naast staat, die mag uit dat ding spullen removen, weghalen. Precies, maar lopende banden, die doen gewoon wat ze willen. Dat maakt niet uit. Die lopen gewoon, dat zijn geen machines. Ja, die, okay. Maar dat, dan moeten dus die ingots moeten hier eruit. Dus daarvoor kun je dan precies logistics hoppers hebben. Wat heb je er nog meer nodig? Volgens mij alleen lopende banden, toch? Ja, deze komen alleen op add-only. Dus ja, dat is voor de duidelijkheid. Ja, daar stoppen ze dan in. Nou, dan moeten we ze alleen nog weghalen. Moet je oppassen dat je niet hier bovenop een lopende band doet, want dan zie je dat je je oor gaat afvoeren. En dat willen we niet. Oh ja, hier mag dus dan moeten we... Daar bovenop. Daar bovenop. Nu moet ik even wat beeldblokken neerzetten. Anders dan... Oh. En ik weet niet of ik het verteld had, maar als je met je scrollwiel, met je middle mouse button op een blokje klikt, dan kun je daarna die bouwen. Dus als je zo, ik wil nu die en ik wil nu een lampje, dus dan klik ik op het lampje met middle mouse button, blam. Zo net als in Minecraft. Ja, inderdaad, in creative mode heb je dat ook. Ja, gewoon in gewone mode ook, alleen je zult het wel in je inventory moeten hebben. Ja, precies. En je inventory is een stuk groter dan die in Minecraft. Dat scheelt echt een hoop. Maar volgens mij moet het in... Nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed of het in Minecraft op je hotbar moet staan. Maar hier kun je ook je items sorteren in één keer. En je hebt veel grotere inventory. Ik vind dat type sorteren echt zo chill. Het is echt heel relaxed. Dat is echt een hoop. Dus tin wordt nu aangevoerd in de vorm van ingots. Dat hoeven we hier niet meer te smelten. En daarom zit het dus ook hier dat het direct naar de ingotopslag gaat. En niet naar de smelterij. Zodat deze smelterij het iets minder druk krijgt. Huh? Helaas heeft hij nog steeds te druk, maar... Ja, precies, daar moeten we wat aan gaan doen. En om dat te doen, moeten we wat research gaan doen. Eigenlijk hebben we een nieuw laboratorium nodig. Want dit ding gebruiken we dus nu om al onze research te doen. Dit is het research station. En die kan ook wel wat onderzoeken, maar wat we eigenlijk nodig hebben is... Basic Miner Upgrades 2. En ook de Automation. En de Base Automation. Yes, allebei. Alleen die, er staat in hele grote letters, heb je een laboratorium voor nodig. En we hebben dat al geresearched net, die laboratorium onderdelen.
Dus wat we daarvoor nodig hebben is onder andere... hoe heet dat blokje ook weer? Research pots, toch? Research assembler. Dat was het. Ja, je hebt de research assembler nodig om die pots te maken, yes. Ja, als ik dan gewoon zoek. Waar heet het experimental pot? Ik ben alweer helemaal kwijt hoe zo'n ding heet. En daarvoor hebben we copper housings nodig. Weet je hoe je die maakt? Volgens mij kun je er gewoon craften. Volgens mij hebben we die al een keer geresearched. Ja, copper housing kost 6 copper plates. 6 copper plates? Oh ja, dat is Wat? wel een beetje duur, maar het kan. Ik We heb hebben er dat. 16 liggen, dus. Ja, ik zie het. Hebben we er maar eentje nodig? Ja, we hebben maar eentje nodig, hè? Ja, voor eerst wel. Ik kan het wel Lekker. bijhouden. Copper housing. Ik ga gewoon alleen maar zoeken, dan heb je het er een keer tenminste. En dan research. Crafting. Prima. En deze unit, die gaat ons helpen. Want we moeten eigenlijk twee dingen doen. We moeten het laboratorium bouwen en we moeten het laboratorium research pods voeren. Laten we eerst beginnen met met de research pods. Ja, Nou, laten die we dat doen. research pot heb je zelfs nodig om het laboratorium te bouwen, dus dat is zeker de. Oh, dat was ik alweer vergeten. Goed dat je het zegt. Ja, dus dit ding moet je. Het staat ook linksonder. Je moet hem 6 platen geven en 2 PCB's. Twee van die printplaatjes. En dan kun je even een mooie thumbnail maken. Kun je ernaast gaan staan? Even foto. Op Fotomomentje. de foto. Ik doe nu een heel cool trucje. Net als in Hurt World kun je af en toe ook van die trucjes Klik. doen. Zo, dat was dan een luid geluid. Heet het daarom geluid? Het heet niet gezag. Gezacht, Maar ja. ja, dus je moet het voeren met PCB's en die platen. En dan moet je dus voor elke 3 platen moet je er 1 PCB in doen. Dus dat is zeg maar, je moet 4 dingen doen. Dus daarvoor gaan we even een machine bouwen. Kun je hem uit je hoofd bouwen? Weet je Ik dat? kan hem bij me opbouwen. En ik denk Heb dat het je... eerst even handig is om nog eventjes. Heb ik nog spullen bij me? Op dit moment niet. Laten we hem eerst even neerzetten, want we hebben daar een ontwerp voor. Supercool ontwerp. En dan gaan we daarna even uitleggen aan jullie. Anders lopen we weer zo centraal. Zie je zo meteen. Oké, nou voordat we nog gaan bouwen aan het laboratorium en de research assembler, zaten we even over plek te discussiëren. En toen dachten we, ja, we kunnen het wel hier doen, maar dit gaat waarschijnlijk heel veel stroom kosten. Dus laten we het dan dicht bij de kolenbron doen. En toen zei Sarah, zei van ja, maar wacht even. Ik wil het niet hier beneden doen. Want dan, ja, dan krijg je de hele tijd er naartoe moet lopen en zo. Toen zei ik van, nou weet je wat we kunnen doen? We kunnen ook... Hoe gaat dit goed? Ja, Je net. loopt voor mij gewoon door de lucht. Dat is heel grappig. I believe I can... Toen zei ik van, ja, we kunnen hier ook gewoon een deken overheen trekken. Ja, en dit is dus de build-to-me-functie. Als je ctrl-klik doet, shablam, kijk nou. Hier, eventjes zo dit dichtmaken. 1, 2, 3. Ik hoop dat ik genoeg spul heb om het af te maken. Het zal wel weer niet. Ja, ik heb heel veel zitten graven, anders kom ik je wel helpen. Ik heb niet voor niks die liftschachten te graven, toch? Ja, precies. Nee, ik heb ook verbazingwekkend veel blokjes. Ik weet niet welke ik geselecteerd heb nu, maar ja, dat gaat supergoed. En dan kunnen we dus hieronder kunnen we dit hebben. Misschien moeten we dan ook even een lift maken. Ik denk dat wel netjes. Nou, ik denk dat het je met. Oh, gewoon even naar dat ene kleine laagje beneden. Dat kunnen we Ja, zeker wel gewoon doen. ik kan alleen niet vanaf hier bij de research. Oh jawel, ik kan wel bij de research assembler. Kijk, lekker line of sight, jongen. Je hoeft gewoon niet er daarheen te lopen. Prima. Crafting. Crafting. Als je nou vergeet waar ons ruimteschip ligt, dan ligt hier nog Blam. één onderdeel dat steekt erbovenuit. Oké, wat zou een goede plek zijn hier om het te doen? Ik denk dat hier wel een goede plek zou zijn voor de lift. Denk je de lift beter van boven kunt bekijken? Dat is een Vind beetje je? waar je aan de bovenkant uitkomt, toch? Ja, ik zat hier. Ja, het moet een beetje aan allebei logisch zijn, toch? Ik zat een beetje hier te denken. Oh, nee. Nou, misschien kan het gewoon in het verlengde van onze andere lift. Ik Ja, kan ik denk het. dat het niet zoveel uitmaakt. Er is ruimte genoeg daar beneden. En anders, alles kun je weer oppakken, dus het verplaatsen zou ook geen probleem Het is zijn. wel een goede plek voor een lift, toch? Hier naar beneden te gaan. Ja, ik denk het wel, joh. Ja, ligt wel mooi in als je even bars moet pakken, ga je daar weer naar beneden en dan Dan komt 1, het 2, 3, helemaal 1, goed. 2, 3. Hier, en dan bouwen we hier wat lift. Kijk, ja. Sublemo, deze toren weghalen. Prima. Oh. Hij moet alleen... Kijk.
Nu ga ik eventjes met die lift een beetje dat dingen instellen. Want nu gaat hij automatisch verder omhoog. Ik ga nu opstaan en ga ik snel linksonder kijken waarop hij staat. Hij staat op 7 extended. Prima. Nu even begraven dat ik bij dit blokje kan. En dan zie je dat de tweede regel linksonder is. Current range is 64. Dat is te veel. Het moet naar 7. En als ik dan shift Q doe, dan gaat hij met 10 omlaag. En dan zet ik hem even op 7. Hoppakee. Zo. Dan dit weer dichtbouwen. Blam, blam, blam. Misschien moeten we hier... We zouden er even iets moois van moeten maken. Ja, we maken hier later wel een museum van. Waar ons ruimteschip in ligt. Oh ja, wat een strak idee. Kolen op is. Hoeveel kolen hebben we nog? Kolen, ja, nu nog wel. Even kijken. Ik ga geen afleveringnummers noemen, want dat heb ik eerder gedaan. En dat lukte toen maar half. Ja, dat is dus, moeilijk. Ja, daar ben ik voorzichtig mee. Eigenlijk zou ik schuine... Nou, dat hoeft eigenlijk niet. Prima. Zo, kijk. En als ik nu naar boven ga, dan gaat die... Precies tot dit aan. Dan gaat hij niet verder omhoog. En daarom stel je hem af op de range die je wil. Relaxed. Laten we hier ook eventjes een ring maken. Maak het even Maak het gewoon in één keer eventjes goed. Dat het, ik heb er nogal eens problemen met gaten in de grond. Dat ik dan in één keer naar beneden val. Even control clear. Ja, daarvoor gebruiken wij mooi altijd die gele markering. Ik vind het ook sowieso best wel toffe kleuren. Het zijn best wel agressieve kleuren. Zo geel en zwart. Zo blam. Ja, je hebt wel door echt het idee dat je echt moet opletten, ja. Warning. Goed. Dus dit is goed. Oké, laten we nu eventjes onze research machine gaan bouwen. En dan zien we je zo meteen. Right, nou, we hebben de machine gebouwd. Ik heb ondertussen ook een kroon hier gemaakt. Dat is zodat je erop kan grappelen. Maar dat is niet van plan te gaan doen. We gaan nu... kroon, nice. Ja, dat is de van... waarschuwingskroon voor alle monsters, insecten. Dan, dan. Tweet al vet uit. Maar yeah, laten we op de machine concentreren. Oké, we hebben dus deze Research Assembler en die krijgt stroom. En dat gebeurt dus vanaf onderaf. Dat is ook waarom we op deze plek zitten. Hier zit een enorme kolenmijn. Jongens, klim, 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 spring, dingen. Hier zit kolen en het wordt hier naartoe aangevoerd. Tijd voor een lampje, dacht je daarvan. Schblemmo. En het wordt hier naar boven gebracht, naar deze hopper en dan in... to deze parathermic generator. Kijk of dit mij lukt. Hop. Tada. En dan zorgt ervoor dat deze research assembler stroom krijgt. Nou, het volgende dat we moeten regelen dat die platen en printplaten krijgt. PCB's. En daarvoor is deze machine. Oh, het wordt wel een heel feest hier. Oké, dus hier zijn... Ik ga het proberen uit te leggen, toch? Want Sarah heeft het gebouwd. En dan ga ik even kijken of ik het allemaal goed begrijp. Er zijn hier 4 takken. 1, 2, 3, 4. En deze 3 maken alleen platen. Dit zijn de plaatstampers. 2, 3. En deze maakt PCB's. Het enige wat er dan nog hoeft te gebeuren is... dat ze verdeeld moeten worden. En wacht, ik hou even die storage hopper weg, hoor. En dat gebeurt door dit blokje. Ik weet niet of we die al gezien hebben... Nou, ik heb hem al een paar keer bij de kolen gebruikt, want het verdeelt gewoon lekker makkelijk, maar... Oh, pinkin. Ja, dit is de Turnable Conveyor. En die gaat verdelen over de 4 banden. Dus deze gaat daar naartoe, die... Ja, precies. Dus daar wordt precies verdeeld over alle 4 de takken. En dat is het eigenlijk al, toch? Yes. Zullen we hem aanzetten? Ja, zet het ding maar weer op. En dan misschien moeten we het gewoon ook echt met... auto oppak. Altijd. Ik vergeet dat af en toe. Ik denk, ik was helemaal niet in de buurt. Was het niet? Ja, je bent het altijd. Altijd dezelfde. Ik zou niet geld op de grond laten vallen in de buurt van mij, want... dat is niet zo'n plan. Nou ja, goed. Ik heb het direct. wat zo is dat... Kijk, we beginnen gewoon met koper. Laten we gewoon 40 erin doen. Dan gebruik ik shift T. 1, 2, 3... 4, 40 koperbars. Zie je, hij gaat het verdelen over die 4. Netjes, netjes. En wat dus is dat nu hebben we dus koperplaten en koperen PCB's die we hierin krijgen. En dan krijg je ook de koperen research pods. Dus je hebt volgens mij zijn dat basic research pods, als ik het goed zeg. Kan ik het opzoeken hier? Research Assembler, ja, yeah. Next. Hij is nu ook daadwerkelijk aan het craften al. Dit is wat we maken, kijk, dit 6 van die koopplaten en dan krijg je een basic. Aha, oh, hier kun je op klikken. Cool. 6 seconden, nog 5. En als 5. Je die tinnen gebruikt, dan kun je... Ik ben eventjes de helft aan het lezen. En zo heb je hebt dus voor ijzer, lithium, allemaal andere dingen, ja. Dus dat is wel
prima. Als ik hierop klik, ja, dan gaat hij uitleggen van ja, je kan het gebruiken om in een laboratorium te doen. En dan moeten we zo meteen met die pots. Ik zal ze even uithalen. Heb jij ze eruit gehad? Nee. Kijk, wat hij zou wel gemaakt moeten hebben. Heb ik die dingen goed staan? Waarschijnlijk staat deze... Ah, hij zit er niet in. Ja? Hij had hem gewoon nog even nodig. Hij moest hem even weggeven. Basic experimental pots. We hebben hem. En die kunnen we dan gebruiken om hier de lab te maken. Laboratorium component. En dan krijg je er gelijk 9. En je hebt er 27 nodig. Want dat is een 3x3 blok dat je moet bouwen. Het staat hier ook, 3x3. Ik kan wel even wachten. Zullen we dat gewoon doen? Dan kunnen we gelijk het laboratorium hebben. Oeh, dat is leuk. Oké, we hebben hier de stroom een beetje wat heftiger opgezet. We hebben er nog 2 pyrothermics bij gezet. Dus ze zitten nu... Ik zal even vanaf de onderkant kijken. Hier is er eentje. Aan de onderkant. En hier zit zo'n draaibare lopende band. En die verdeelt het, de kolen. En gewoon boven. Sweet. En daardoor zou het 3 keer zo snel moeten gaan. Want op dit moment loopt deze machine een beetje vast. Dat is niet echt een probleem, omdat hier kan maximaal 200 koper in. Of bars gewoon überhaupt, maar niet of het koper is. En dan wordt er verdeeld over 1, 2, 3, 4 hoppers. Dus daar past, die krijgen dan 50 elk. Nou, hier past 100 in, dus dat gaat helemaal goed. Het wordt wel netjes verdeeld. Dat is altijd een beetje het probleem met het automatiseren. Als een machine vastloopt, doet hij het dan daarna nog steeds. Deze heeft daar geen probleem mee. Maar het loopt dus vast op die research pot assembler. Die heeft meer stroom nodig, dan gaat die harder. Dus dat is wat er nu gebeurt. Meer stroom, meer hard. Dan zou het 3 keer snel moeten gaan. Maar Sarah die merkte net heel terecht op van ja, maar als we nou meer kolen gaan stoken. Kijk dan, we zitten hier al die uitstootgassen. Worden de aliens dan niet pissig? Klopt. En met je mooie kroon is ook heel intimiderend natuurlijk. Oh, ja. en toen zei hij van, oké, laten we even kijken naar de threat analyzer. De threat scanner, ja. Ik weet niet of hij het voor jou nou doet. Hij doet het voor jou? Ja, hij doet het bij mij wel. Hij staat nice! 1650 seconden duurt het nog. Oh, maar hij zegt die 27 minuten. dat is ongeveer hetzelfde, geloof ik. Ja, een uur is 3600 en jij zit ongeveer op de... 800 seconden is een half uur, dit is 1600, dus iets minder dan een half uur. En ik 27 minuten, dus ik vind dat het klopt. Rekensommetje voor thuis. Mm-hmm. Doe de wiskunde allemaal. En, dus dat betekent dat we of we moeten met aliens vechten, moeten... ik ben echt zo lekker bezig met bouwen, man. Of, alternatief, threat reducers. Zal even zorgen dat ik genoeg koper bij me heb. Shablamo. En die staan volgens mij hier? Nee? Oké, staan ze hier? Thread. Nee, we kunnen die nog niet. Moeten die nog researchen? Oh. Dat is het probleem. Misschien local lifeforms. Zal ik dat dan maar researchen? Oh, dat klinkt waarschijnlijk wel als iets wat we daarvoor nodig hebben. Research. Ja. Oh, één nieuwe recipe. Namelijk de slime attractor. Maar dat is niet wat ik wil. Nee, base defense, zou dat het zijn? Oh ja, daar altijd heeft eigenlijk ook wel mee te maken. Zijn we hier hier antropologische osteologie. Wat? Nou, klinkt mooi. Maar dat andere keertje. Ja, dat doe je maar andere keer. Oké, kijk, nu kunnen we hier turrets bouwen en slime attractor. Die turrets zijn ook wel handig om een aanval af te slaan, maar ik heb liever gewoon een threat reducer en ik kan hem niet bouwen. Toch? Het is toch een reducer? Ja, zo heet hij wel. Threat is overigens bedreiging. Voor het geval de dreiging tot... wil de bedreiging op een aanval wil je naar beneden halen. Ja, en wat het namelijk zou moeten doen is... als je code stookt, dan komen de aliens dus sneller naar je toe. Maar je kan dus iets maken dat neutraliseert. Laten we even zeggen dat de uitstootgassen uit de lucht haalt... waardoor de aliens minder boos worden... maar dat lijkt alsof we dat niet kunnen craften. Dat had ik eigenlijk niet op voorzien. Ik ook niet, maar dan kunnen we eventueel torentjes gaan bouwen... of we kunnen gewoon nog even kijken of het toevallig onder die anthropological osteology zit. Ja, lijkt ik geef niet, alleen maar... al mijn researchpunten uit en daar heb ik echt niet zo'n zin in, maar... Ja, maar we hebben er 78 hebben we nog. Ja, en de rest komt van het laboratorium, maar laten we het gewoon doen. Research. Oh, ik heb niet genoeg stroom hiervoor. We moeten 1500 stroom hebben. Stroom is wel echt het probleem. Maar ja, gelukkig wel. We hebben net heel veel researches gedaan en dan gaat het niet zo snel opladen. Wel terug, ja. Dat is ook zo.
Hmm. Nou, laten we daar even op wachten. We moeten ondertussen ook nog wachten op de research pods die gemaakt worden. We zitten nu op... Hé, hey, heb jij die hopper weggehaald? Nee. Oh, hij wordt gewoon niet getekend bij mij. Dat is raar. We hebben er nu 4. Hebben we er maar 4? Ja, ik heb het rond niet heel veel sneller gehad. Hoe kan dat nou? Ik heb er ook 4. Ik heb het... Heb je het uit te halen? Oh, okay. Ja, ik had hem verplaatst. Want dan kun je mooi van de bovenkant kijken hoeveel erin zitten. Ja, behalve dat het dus niet meer getekend wordt bij mij. Maar... Dat geeft niet. Ja, dat updaten we later. We zitten dus al op de helft. Dus laten we nog heel eventjes wachten. En dan kunnen we zo meteen de threat reducers hebben, denk ik. Misschien. En de laboratorium. En anders dan moeten we gewoon de machines uitzetten. Want dan worden de aliens... als ze uitzetten, dan worden de aliens ook weer rustig. Oké, die pot zijn bijna klaar. We moeten er nog 2. Laten we eventjes research doen van die osteologie. Ik heb het even opgezocht. Antropologie betekent de studie van mensen. En osteologie betekent studie van botten. Dus studie van menselijke botten? Maar dat is raar, want het gaat hier over... dat je dierenonderdelen kan vinden. Dat je lichaamsdelen van dieren en zo kan vinden. Botten kennelijk. En dat je dat dan kan onderzoeken of dat je er iets van kan maken. Maar dat is een beetje vreemd, want waarom zou het dan antropologie zijn? Dan zou het meer een soort van... biologische osteologie of zo? Fauna osteologie? Ik weet het niet. Moeilijke woorden. Geeft niet. Ik dacht dat antropologie meer op volken doelde. Ja, je hebt verschillende... Ik heb het net opgezocht. Je hebt dus linguistische antropologie. Dat is de studie van talen. En dan heb je... Nee, je hebt allemaal verschillende soorten antropologie. Het is gewoon meer van... Volgens mij betekent het meer van overmensen. Oeh, we kunnen hem. For reals? Dit was hem. Yes, the threat reducer. It is here. Is, we kunnen ook de code reducer maken. Dat gaan we volgende keer. Anders lopen we enorm uit. Ja, wat kost het? Heel weinig. 5. Je kan ook... Nou ja, prima. Ik bouw er wel 2. Het mooie van die threat reducers is dat je ze kan zetten op je biothermic. Want ze hebben namelijk stroom nodig. Maar niet zo heel veel. En op deze manier... Kijk, want net denk ik dat we iets van 1200 seconden over een aanval krijgen. En nu is het over... nu is het 900... Maar dit zou dan weer, als het goed is, de andere kant op moeten gaan. Calm reducing threat. We zitten nu op 136, zegt hij. En de calm reducing... Als we er nog 2 bij bouwen, ik denk dat we dan goed zitten. Ja, maar dat loopt nog steeds terug. Oh jee. Oh, misschien is hij nog aan het... Misschien zijn deze nog aan het opstarten. Dat zou wel kunnen. De base threat is nog wel aan het teruglopen, ja. Ja? Oké, heb jij ze gecraft? Nee, nog niet. Ik was nog even aan het kijken. Maar op zich, dan kunnen we er eventueel ook nog wat bij plaatsen. Nu wel gecraft. Ja, nu gaat het wel redelijk langzaam. Oké, dat is prima. Laat hem wel bij andere van onze codestokers bijvoorbeeld. Goed. Ik ga ondertussen eventjes bij... kijk, je hebt hem op zijn kant gezet. Ik ga hiermee aan de slag. Want we hebben nu 15 basic experimental pods. En dan ga ik alvast deze machine bouwen. En dan kunnen we de volgende aflevering daarmee gaan spelen. Namelijk... Laboratory components. 1, 2, 3. Dat zijn deze. Je hebt er 27 nodig. Sarah die heeft al een mooi hokje hier gebouwd. Dat het duidelijk is waar die moet. 1, 2, 3. Ja, ik zou je beeldtum hier kunnen gebruiken, maar dat maakt echt fout. Bam! Boom. Kijk nou, het is gewoon de grote broer van de Research Assembler. Hij zit helemaal ingebouwd, dus je kan het niet meer zien. Gruwelijk ding. Misschien wil ik toch deze als thumbnail. Oké, komt het harde geluidje weer. Plank. Ja man. Super vet ding. Ik heb geen idee wat er allemaal, waarom het moet draaien en waarom die schijf dan zo op en neer gaat en zo, weet ik veel. Maar het ziet er wel heel dik uit. Ja, als je onderzoek doet, dan moet er op zijn minst iets draaien. Dat is precies. Het is alleen jammer dat hij niet hij zou een beetje een soort... Hij maakt geen geluid. Hij zou een beetje zo... Dat zou het geluid zijn. Wat in mijn hoofd erbij hoort. Ja, nee, dat klopt wel. Ja, toch? Ik moet je dat inspreken en opsturen. Oh, dan kan die erin zetten. En dan moet je gewoon niet een texture pack maken, maar een sound pack, zeg maar. En dan alle geluiden in Fortescraft met je stem nadoen. Zo, dat zou irritant zijn. Ja. Behalve als je heel graag naar jezelf luistert. Dan die gekke geluidjes aan het maken is. Nou, nee, dank je. Anyway, we hebben het laboratorium. Dus hier moeten die research pods in. Kijk, hier kun je ook, spoiler, hier kun je dus klikken van ik wil die hebben.
We gaan het project nog niet starten. Dat gaan we voor een aflevering doen. En kijk hoeveel stroom erin kan. Holy moly. Daar moeten we nog wat voor verzinnen. Maar gelukkig wonen we... Of staat dit boven de kolen. Dus dat gaat wel goed komen. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Volgens mij is het best een lange aflevering geworden. Maar ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. Deel het ook eens met je vrienden. Misschien willen zij ook wel Fortnite zien. En laat in de comments achter als je nog vragen hebt. Of als je misschien opmerkingen hebt, tips, suggesties. Misschien nog aanvulling op het museum dat we ooit gaan maken. En dan hoop je allemaal gewoon te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!